Welkom bij onze nieuwe Energy Talk. In het licht van de grote uitdagingen die op ons afkomen, u weet het wel, de Green Deal en de klimaattoestellingen die Europa en ook ons land voorop stelt. Kijken we hier altijd naar wat zijn de mogelijkheden, hoe gaan we daar geraken en wat hebben we nog extra nodig om tot die oplossingen te komen. Vandaag ligt de focus op onze wagen. Vandaar dus de directeur Mobility en New Energies van Total Energy. Stefan de Gang. Wees welkom. Misschien eerst even toch de realiteiten. Het zijn COVID-tijden. Waren dat voor jullie ook uitdagende tijden? Absoluut, hè? Absoluut. We hebben het eerst zelf met onze eigen medewerkers mogen meemaken, zoals veel andere bedrijven. Dus overschakelen op telewerk en zo verder. Uh, maar we zien het ook bij onze klanten. Onze klanten die dus uh, mobiliteit nodig hebben, uh, dat is per segment anders geweest in het voorbije jaar. We hebben gezien dat de transportsector over die hele periode toch nog veel blijven rijden heeft, hè. dus uh, om onze klanten te, te, gaan, te gaan bedienen. Maar mensen, bedrijven met uh, veel bedrijfswagens, particulieren, dus hebben wij dat wel natuurlijk gezien in de brandstoffen die wij verkopen ja. via onze uh, servicestations. Gezien en gevoeld, absoluut. Ja, absoluut. Nu, um, we zien toch nog altijd, hè, als we de voorbije keer al hebben gekeken naar. De cijfers, dan zie je toch dat bijvoorbeeld de industrie dat die toch echt al stappen hebben gezet naar die vergroening, dat die cijfers daar toch al iets beter liggen. Maar als we kijken naar mobiliteit, dan zien we eigenlijk bijna het tegendeel. Dan zien we dat die uitstoot eigenlijk nog altijd maar toeneemt, ondanks alle doelstellingen. Hoe komt dat, denkt u? Is daar ergens een tekort aan mogelijkheden of een tekort aan besef? Well, er, er, is een, er is een evolutie gaande hè, en die zal zich intensifieren in de komende maanden, jaren, absoluut. Uh, er blijft altijd nog een stijgende behoefte aan mobiliteit, een stijgende behoefte aan transport. Uh, dus we zitten ergens met een, een stijgende vraag nog altijd, maar we moeten tezelfde tijd ook dus die, die, die emissie naar beneden halen. En dat lijkt op het eerste in, uh, zicht een klein beetje een, een contradictie het is die dat we moeten aanpakken. Ja, maar dat moet kun je maar vele... met een gezamenlijke aanpak doen. Ja, want velen kiezen nog te veel voor de fossiele brandstoffen. Maar tot op heden is het nog altijd het overgrote deel fossiele brandstoffen. Hè. Maar dus we zien al een aantal stappen in de richting van, voor personenwagens wordt nu heel veel gesproken over die elektromobiliteit, maar ook CNG-oplossingen, bio-CNG-oplossingen. Voor het zwaardere vervoer, het bussen enzovoort, denken ze dan meer aan, terug, die gasoplossingen. CNG of in de liquide vorm LNG. Of dus ook waterstof op termijn kan een oplossing zijn om dus ook die energietransitie naar een duurzame mobiliteit te gaan, te gaan realiseren. Als we inderdaad misschien eerst eens kijken naar het personenvervoer, daar hoor je inderdaad. Heel hard de bus van de elektrische wagen. Is het daar waar we inderdaad allemaal naartoe moeten? We horen inderdaad die bus van elektrische wagens en ik kan dat enkel maar toejuichen. Dat is ook een groot deel van onze business. Dus ik ben verantwoordelijk voor Mobility and New Energies. Een van de grote pilaren daarin is die elektromobiliteit, zowel at work, at home, on the road. Of ja. uh, in de service stations waar wij installaties rond de, uh, laadpalen plaatsen. Maar natuurlijk, die elektrische wagen: hoe betaalbaar gaat die morgen worden? Want voor veel mensen is dat vandaag nog altijd een dure oplossing. Vandaag is die nog altijd duurder dan een, een traditionele uh, verbrandingswagen. Hè. Uh, die. Die prijs gaat, gaat zakken en zal sneller zakken dan dat we denken. Dus het belangrijkste element in die kostprijs voor de aanschaf is de batterij. En daar zie je dus een enorme evolutie in de prijs van de batterij. Dus er zijn studies, uh, onlangs ook verschenen, dat in 2025 zeker die pariteit bereikt is, waarbij dat een, uh, een, een elektrische wagen niet duurder is dan een traditionele ja. wagen. Het zal ook moeten natuurlijk, want de overheid die leiden dat onze bedrijfswagens tegen 2026. Hè, Elektrisch worden. Is dat eigenlijk goed dat de overheid zelf zo'n uitgesproken keuze maakt? We, we moeten oppassen om, laten we zeggen, uh, niet technologie neutraal te zijn. Dus wanneer we monotechnologie gaan aanprijzen, dan denk ik dat we een fout maken. Wij geloven in de complementariteit van zowel de oplossingen als de energiebronnen. Elektromobiliteit heeft zijn plaats daarin, zeker voor personenwagens. Maar er zijn ook andere oplossingen. Wij leveren nu ook biodiesel, dat is 100% plantaardig van oorsprong. Die is dus ook uh, tot 95% een uh, emissieverlagend, uh, wat betreft CO2-uitstoot. Uh, andere voorbeelden zijn gas. Ja, veel mensen zullen ja, zo gebrainwashed zijn dat we het woord diesel meteen associëren met dat gaan we nooit meer kopen. Dat is misschien ook te veel verguist geweest. Ja, misschien moeten we daar ook iets aan doen. Hè? Dus waar wij sowieso... Per definitie in geloven bij totaal is ook, de eerste stap die we moeten zetten, is van energieefficiëntie. Is van met de bestaande middelen die we hebben, die zo optimaal mogelijk gaan benutten en zo een mobiliteit creëren. Dat is de basis. En dan gaat het over multitude van oplossingen te kunnen aanbieden die dus koolstofarm zijn, die emissievrij zijn, die klimaatneutraal zijn. En elektromobiliteit is zeker niet de enige daarin. We hebben het bijvoorbeeld over gas. En zeker in zijn biovorm, biogas. Dat is ook iets waar je kunt zeggen van kijk, als je dat over de hele levensduur van, van het project bekijkt, dat, is ook, dat benadert de volledige koolstofneutraliteit. Ja. Zit daar misschien ook niet het probleem dat je ook stemmen hebt in Europa die zeggen: nee, je moet niet naar die hele levensduur kijken, je moet kijken naar die uitstoot van die wagen. En dan zit je misschien met die biogas nog niet optimaal? De uitstoot van de wagen is, is, is belangrijk, maar het is ook niet, niet alles. Stel dat vandaag alle wagens op elektriciteit zouden rijden. Goed, de oorsprong van die elektriciteit is ook niet allemaal 100% groen. Hè. Dus ik denk dat we nu ongeveer op een 20% groene, pure groene elektriciteit zitten. Dus eh, we zitten in een transitieperiode ook. En ik denk dat elke... Ik ben ervan overtuigd dat elke energiebron zijn plaats geeft in die transitieperiode. Ja. Nu, je spreekt van... Eh, inderdaad, gas is ook een oplossing. Ik denk dat weinig mensen weten dat dat een oplossing is, ook voor het personenvervoer. Ja, het is misschien niet altijd even gekend, hè. alhoewel dat als je met fleetmanagers praat, dan, dan zijn die daar wel degelijk van op de hoogte. Hè. De particulier misschien nog iets minder. Er zijn nu ongeveer een 23.000 tal CNG-wagens die rijden in, in België en dat aantal stijgt nog. Um, dat is op zich al een wagen die op CNG rijdt, behalve het feit dat het kostefficiënt is, want het is voorlopig de goedkoopste manier van, van je te verplaatsen uh, op CNG. Maar het is ook op zich al een reductie van de CO2 met 20-25%. Wanneer je eigenlijk dan naar de bio-CNG-versie zou gaan, dus een biogas op basis van de verwerking van organisch afval, dan ga je naar een quasi totale CO2-neutraliteit. Dat zijn ook dingen die zouden kunnen meegenomen worden in gans die reflectie ja. rond de klimaatneutraliteit. En hoe snel zie je dat gebeuren? Wij zijn er al mee bezig. Hè. Total Energies heeft twee jaar geleden al zijn eerste station bio-CNG in Brussel geopend, dat 100% op bio-CNG zit. Een paar maanden geleden hebben we hetzelfde gedaan in Wallonië. Een 100% bio-CNG station uh, geopend uh, voor onze klanten. Ja. Dus uh, wij kunnen daar vers versneld in gaan, maar dat hangt ook af van de economische, de juridische en de, de overheidsbeslissingen die daar rond gebeuren. Hè. Ja, want als ik jou nu goed gehoord heb, Stefan, dan zei je eigenlijk daarnet toch ook van, op zich is dat de goedkoopste oplossing. Dus voor misschien mensen die op dit moment nog niet uh, die elektrische wagen zich kunnen permitteren, stel dat ze dat zouden willen, is dat dan een piste waar meer zou moeten worden op ingezet, als dat toch een iets betaalbare manier is om... Ecologisch te gaan rijden? Dat valt zeker te overwegen. Hè. Er zijn verschillende facetten daar natuurlijk aan. Hè. We hebben het hier over personenwagens. Wanneer we straks spreken over bussen of vrachtwagens, is het weer een ander verhaal. Het is belangrijk ook dat de constructeurs een incentive krijgen om dus effectief dergelijke wagens op de markt te brengen. Er zijn er wel een aantal, maar er kunnen er nog meer zijn. En die incentive is er dan nu niet? Die incentive is er inderdaad niet, omdat dus uh, wanneer een constructeur de CO2-niveau of quota van zijn Geproduceerd wagenpak naar beneden wilt krijgen, dat dus gekeken wordt naar de emissieuitstoot op het einde en dat dus elektrische wagens daarin in aanmerking genomen worden en niet bijvoorbeeld gaswagens. Ja. Is dat iets dat dan herbekeken moet worden volgens jou? Dat men inderdaad meer dat hele pakket in ogenschouw neemt? Dat lijkt mij logisch om een heel pakket in ogenschouw te nemen. Het lijkt mij logisch dat je moet kijken naar de complementariteit van oplossingen. Ja, nu je zei het inderdaad, er is ook een verschil natuurlijk met, met het, het vrachtvervoer, met uh, het, het, het transport hè, over, over de langere afstand. Uh, daar is elektrisch veel minder een oplossing. Op korte termijn is elektrisch veel minder een oplossing. Elektrisch zal daar ook wel een deel een oplossing voor zijn voor het urban verkeer, voor het kleine regionale transporten zal dat op termijn ook wel een oplossing worden. Maar inderdaad voor het langere transport dan kijken we wel degelijk naar oplossingen rond gas, rond biogas, maar dan in zijn liquide vorm, LNG, of naar waterstof op termijn. Ja, nu. Um de vraag is natuurlijk ook altijd uh, van mensen: van, is dat inderdaad allemaal even proper? Hè? Dat is als consument soms moeilijk om te weten. Dat is, allemaal, dat is natuurlijk de bedoeling van de hele zaak: Het is, is te evolueren naar die klimaatneutraliteit in mobiliteit. En naar duurzame mobiliteit en naar duurzaam transport te gaan evolueren. Dus elektriciteit. En elektromobiliteit is daar één antwoord van, op voorwaarde dat natuurlijk de productie groen is. Ja, want ja. dat is eigenlijk ook nog maar 20 procent, zeg je daar niet. Goed, maar ja. dat evolueert ook. En dat zal ja. evolueren. Alles heeft te maken met okay, vraag en aanbod. Als de vraag groot genoeg is, zal het aanbod wel volgen ook. Hetzelfde is met, uh, met CNG. Dus dat is nu iets dat goed ingeburgerd is, mogen we toch wel zeggen, uh, in België. Wanneer we nu die overstap maken naar bio-CNG, dat is geen moeilijke overstap. Wat wij nu hebben, wij doen onze sourcing van bio-gas... Uh, in Nederland en in Frankrijk. Ja, ik zou heel snel uh, willen ook een local sourcing hebben. Wanneer daar initiatieven voor ontwikkeld worden, waardoor wij local ja. kunnen sourcen voor die biogas, is dat ook weer een oplossing. Hetzelfde met LNG, dat kun je ook in zijn bio vorm te gaan aanbieden. Ja. Dus het is eigenlijk een, een, een evolutie en een samenwerking van verschillende oplossingen. Speelt de overheid dan hier te weinig haar rol om dat te stimuleren? Ik weet niet of dat ze te, te weinig haar uh, rol, rol speelt. Hè. Um, ik, ik, ik zeg het nogmaals, ik denk dat de overheid uh, als taak heeft om inderdaad te stimuleren en daar technologie-neutraal in te zijn. België kan daarin zaken doen, maar het is natuurlijk op Europees niveau dat ook veel zaken kunnen gebeuren en zouden moeten gebeuren. Ja. En is het ook mogelijk inderdaad om hier veel meer die productie te krijgen van bijvoorbeeld hè, dat bio-CRG, uh, omdat... Ja, dat vertrekt natuurlijk hè, vaak vanuit landbouwafval, dat hele circulaire denken. Zie je daar veel potentieel voor in ons land? Hoe lokaler je het kan produceren, hoe circulair en hoe, hoe closed loop uh, Hans jouw, uh, jouw mobiliteitsverhaal is, hè? Dus dat, uh, dat is, dat is een goede zaak. Dus uh, ja, daar geloof ik in. Natuurlijk, op dit moment is biogas nog altijd duurder dan het gewone gas. Ja, dus er moet ook ergens een incentive zijn voor de eindgebruiker om dus die switch te maken van... Woongas, dat op zich al uh, de, de properste fossiele brandstof is, naar de biovorm van gas. Ja. Maar je zegt het inderdaad: uh, Total Energies, jullie willen echt het hele pakket um, aanbieden. Uh, heeft dat ook te maken met natuurlijk? Ja, er, er zijn ook in het verleden al, en niet alleen tegenover Total, maar ook hè, tegenover concurrenten van jullie, uh, processen geweest, hè, omdat NGO's en, en groene. Uh, bewegingen vinden dat jullie te weinig hè, jullie voorbeeldrol nemen te weinig bezig zijn met die klimaatneutraliteit heeft dat ook met die druk te maken dat jullie die oefening gemaakt hebben die naamsverandering hebben gedaan ah. ik zou het geen druk noemen hè. en dus Hans dat proces is bij Total al heel lang gaande hè. dus waar wij toen ik 20 jaar geleden of zelfs meer dan 20 jaar geleden begon bij Total waren wij een petroleumbedrijf want dat zijn wij al vele jaren niet meer ja, nu total. zijn jullie dus geëvolueerd naar die total voilà. energies. Het is eigenlijk de weerspiegeling, ook die evolutie van total naar total energies. Wij zijn een multi-energie groep nu. Daar waar in 2020 ergens de vloeibare brandstoffen nog 55% van onze business uitmaakten, zal, zal dat in 2030 excuseer, zal dat maar 30% meer zijn en zal het uiteindelijk in 2050 maar 20% meer zijn. We zien die, die shift gebeuren naar elektriciteit, 40%, gas... 40% procent, en er zal nog 20% procent ergens vloeibare brandstoffen zijn. Want je zei daarnet ook, ja, we waren de eerste hè, met die, die bio-CNG uh, aan te bieden en dergelijke meer. Sommigen zullen zeggen: ja, dat is natuurlijk ook een manier voor het bedrijf om inderdaad dat groene imago te hebben. Een beetje greenwashing uh, van het bedrijf. Het, 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 is, een, het is deels een, gewoon onze verantwoordelijkheid ook opnemen. Dus uh, alle stakeholders hebben hun verantwoordelijkheid in, in, in Hans, dat verhaal. En wij luisteren ook naar wat de markt vraagt. En daar gaat het om. Uh, ik ben hier nu als uh, verantwoordelijke voor mobility and new energies. Dat is een, een uh, business unit die twee jaar geleden niet bestond. Wij hebben die juist gecreëerd om onze klanten te kunnen gaan begeleiden in die energietransitie naar duurzame mobiliteit. En daar is uh, een heel belangrijk aspect daarvan is van het optimaliseren. Van de huidige uh, mobiliteitsoplossingen, mobiliteitsefficiëntie, brandstof-efficiëntie creëren. Maar dan heb je ook Hans dat palet van hernieuwbare energie. Het zij gas in zijn biovorm, het zij elektromobiliteit of het is waterstof op termijn. Ja. Dus effectief, wij luisteren naar wat de klant vraagt en daar gaan wij dus op inspelen. Je hebt er al een paar keer gezegd: hè, waterstof op termijn. Zie je dat ook effectief als een, een potentieel? Het, het hangt eraf uh, van, van, van welke sector en welk segment. Ja. Wanneer we kijken in waterstof in mobiliteit. Uh, denk ik op, op, op korte en middellange termijn zie ik daar weinig evolutie in personenwagenvervoer. Ik denk dat die trend ingezet geweest is met elektromobiliteit en dat zal op die manier verder gaan. Dat zal veel minder het geval zijn bij uh, zwaar vrachtverkeer. Dus daar zie ik heel duidelijk langs de ene kant uh, het potentieel van LNG en bio-LNG en langs de andere kant, maar dat zal eerder naar het einde van de decade zijn. Commerciële oplossingen rond waterstof eh, ook voor dat lange afstandstransport. Eh, nu jullie zijn nu eh, verandering gehad eh, van Total naar Total Energy, zodat jullie van petroleum naar allerlei energie, eh, leverancier willen zijn. Goed. Sommigen zullen misschien denken, ja, maar moet. ...onder meer ook totaal niet nog een volgende stap gaan zetten... ...van namelijk niet alleen provider van allerlei vormen hè, van, van energie... ...van manieren om hè, ons... Uh, te, te verplaatsen tot eigenlijk meer een groter concept over hoe gaan we ons verplaatsen. Hè? Ga je het nog, nog ruimer gaan bekijken? Want misschien hebben we morgen niet eens meer onze eigen wagen. Hè? Hoe zie je dat evolueren? Absoluut, absoluut. Dat is ook een van de, van de, van de missies van de, de business unit waar ik voor verantwoordelijk ben. Dat is eigenlijk die, die klant gaan begeleiden in zijn transitie naar mobiliteit. Wat mobiliteit vroeger was, tien jaar geleden, was een tankkaart. En dat is aan het veranderen naar fleet management. Dan gaan we die fleet optimaal gaan benutten. Met een deel poolwagens, poolwagens, carsharing enzovoort, enzovoort. Ook daar spelen jullie een rol. En hoor. daar bieden wij ook de tools aan, aan bedrijven, aan onze professionele klanten, om dus effectief dat in goede banen te gaan leiden. Maar we gaan verder. En dus het eindpunt is inderdaad die multimodaliteit. Want een bedrijf heeft niet enkel meer een tankkaart nodig, heeft niet enkel meer het beheer van zijn vloot nodig, maar wilt gewoon mensen van plaats A naar plaats B kunnen verplaatsen en daar al die facetten bij one-stop-shopping te kunnen hebben. En dat gaat heel ver. Hè. Dat kan gaan tot bijvoorbeeld het reserveren van vliegtuigtickets, het betalen van tolwegen, het combineren van persoonlijk vervoer met openbaar vervoer. Dat zijn allemaal oplossingen die wij aanbieden vanuit Total. En wat denk je zelf, Stefan, denk je dat we inderdaad over vijf, over tien jaar, dat jij nog altijd met je eigen wagen zal aankomen? Ik heb geen glazen bol. Hè. Uh, ik heb een aantal jaar in het buitenland gewoond. Daar heb ik uh, de, de, de fibro uh, ontdekt om, om heel veel ook het openbaar vervoer te nemen. Dus ik neem nu eigenlijk een combinatie. Een combinatie van uh, persoonlijk vervoer met mijn eigen wagen, gecombineerd met soms uh, het, het gebruik van het, uh, van het publieke vervoer. Uh, en dus ik denk dat. Veel mensen in die richting gaan evolueren en dus dat inderdaad er op een intelligente manier wagens gaan geshared worden, mobiliteitoplossingen gaan uitgewisseld worden enzovoort. Ja, de ironie is natuurlijk dat jij nu elektrisch rijdt en dat openbaar vervoer dat in ons land nog altijd niet doet. Dus eigenlijk je eigen vervoer, ecologischer is dan het openbaar vervoer. Dat zou toch ook moeten veranderen? Ja, ik rij elektrisch, ik rij ook met gas. Ik heb ook uh, van mijn bedrijf een, 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 een wagen op gas ter beschikking. Dus ik, ik test eigenlijk alles een beetje uit. Ik ben wat wij noemen de, de, de multimodale gebruiker van mobiliteit. Ja. <laughs> nou ja, de ideale mannen om uh, Total Energy nog multimodaler te gaan maken in de toekomst. Benieuwd hoe het allemaal zal uh, evolueren en ook met jou. Hartelijk dank om langs te komen. Stefan de gang. Graag gedaan. En daarmee zit deze Energy Talk erop. Binnenkort hebben we weer een hele nieuwe voor u. Dus blijf ons zeker volgen.